Ja, daar in de verte zie je de Hyde Park. Dat is een beetje de Oblak van Arnhem. Nee, maar ja, hoe heet het? Dat is een historisch pand. Daar werd ik trouwens ook laatst in die, wat was het, de eerste of tweede vlog? Moest ik op een gegeven moment, ik was op een van de main streets, zeg maar, daar in Klarendal. Waar iedereen in gaat om Klarendal in te gaan. En ik kreeg ineens een stopteken, dus ik ging maar rechtsaf. En toen kwam ik met een uitzicht van die Hyde Park, weet je wel, stil te staan. Dus waarschijnlijk dat kan je terugzien in mijn vlog, zeg maar. Yo, ik zei het jullie toch? Overal waar ik ben. Nou, die zullen wel wat anders aan doen zijn, dat in ieder geval, die komen niet van mij. Hier zijn ze de boel zeker ook aan het vernietigen, want vroeger waren die bushaltes een stukje verderop. Maar dit is winkelcentrum Kronenburg. We zijn dus ietsjes verder in Zuid dan de vorige keer. Even kopietjes maken. En ik heb niet altijd zin in die, Steenstraat chaos, weet je wel. Dus ik ga even hier. Ik wil eigenlijk naar de andere kant komen. Maar op zich is het wel prima, want dan kunnen jullie van alles zien. Lekker boeiend. Ja, dus dit is ietsjes verder dan vorige keer, maar het is nog niet eens echt diep in Zuid, want je hebt ook nog de Laar, weet je al, Oost, West, en je hebt Rijkersvoort. Ik had daar toen een bar over, want ze hebben daar zo'n soort zee, toch, een plas. Volgens mij noemen ze dat zo, toch, de plassen of zo. Ik weet nog, ik had toch zo'n nummer dat ik zei van, ga naar de plas in Rijkersvoort. Dat is iets wat mijn ervaring rijker voert. Kijk, het zijn van die simpele dingen, weet je, die ik verzin. Maar kijk, er zijn boys die met nog simpelere dingen komen. Of gewoon van die copy and paste bars en dan doen alsof ze heel wat hebben, weet je wel. En voor mij, dit zijn gewoon van die simpele dingen, man. Maar kijk, bars en zo, dat is een onderdeel van de hiphop. Het gaat ook om de message en al die andere dingen. En dus, met sommige boys is het alleen maar bars, bars, bars. Maar dan de stilo, de pokoes, de inhoud. Het is allemaal een beetje, weet je wel. En dus je moet echt wel zorgen dat je alles een beetje doet. Dus ik weet al, en een boy zei een keer tegen mij, Soef, die zei, je hebt alle bars, J-Lion. Maar daar gaat het mij niet eens om. Maar klopt, ik heb wel alle bars, hoor. Maar het gaat ook gewoon om de inhoud. Dus zeg maar die punchline, met bars bedoel ik dan punchlines. Ik heb ze allemaal, maar het gaat niet alleen daarover. Met sommige boys gaat het echt alleen daarover. En dan zeggen ze soms de meest simpele shit. En dan willen ze doen alsof het vet moeilijk is. Weet je wel? Van, ja. Je weet al wat ik bedoel. Soms zetten ze er ook ondertitelingen bij en zo. Dan denk ik van, broer, ik zeg je eerlijk. Als je er ondertiteling bij moet zetten. Of nou, dan moet je toch echt wel gaan nadenken. Ja, ik snap. Kijk, mijn bars gaan ook soms over mensen hun hoofd. Maar ondertiteling, broer. Nee, dat gaat wel ver, man. Ik zeg je eerlijk, kijk. De titeling gaat wel ver. Misschien moet je dan ook gewoon wat duidelijker praten, toch? Begrijp je? Of die dory opnieuw opnemen, snap je? Kick game, mijn wapen is brain. Je kan niet spitten als mij, ik ben te geavanceerd. Zeg tegen young boys, je moet jezelf investeren. Koop een USB stick, kost zelf de prijs als een zakje wiet. Maar ze doen het niet. Al dat gedoe met goed doen, ik ben moe, moe. Ik ben niet die villain van Star Wars 2, maar ik count Dooku. Yo, ik ben cruising, je staat stil op de kruising. Je bent mijn zoontje, mijn baby, je wil mij zijn. Je kan niet wavy als mij zijn. Ik leef op de straat, geef aan en geef op de straat. Jij geeft op de straat. Heb je een lekker band? Ik kan je erop wijzen. Maar wat je doet is aan jou, je mag ook gewoon doorrijden. Check een mooi natuursgebied in Rijkersvoort. Reis kost geld, maar het is niks dat me een ervaring rijker voert. Ik uit me, rappen is mijn ding. Je hebt alleen maar krengen in je kring. Je bent een goede acteur, Ben Affleck. Ik ben, stick your motherfucking ass back. Ik heb in deze wijk, zeg maar, hierachter, zelfs een keer een van mijn eerste, eigenlijk de eerste keer dat ik echt wat opnam. Met redelijkere apparatuur, zeg maar, weet je. Ik heb wel in mijn jeugd gewoon zitten kloten.
Rood en zo in BT en zo. Maar die boy die weet dat niet eens meer. Het was een, ik was matties met iemand anders en die kende die boy, weet je. En ik zie die jongen af en toe nog wel lopen, die ene waar we hebben opgenomen, maar ik weet niet eens meer wie ik ben. En ik heb in het winkelcentrum heb ik toen de foto gemaakt voor. Er is geen parkeerplekken meer. Heb ik de foto gemaakt voor. Een van die poko's, man. Ik bedoel, gewoon ook een promofoto, maar die heb ik ook gebruikt voor cover arts. Het was in de wc eigenlijk. Het was wel grappig hier in de wc. In het winkelcentrum. Toen die nog gratis was, misgunners. Want daar hadden ze dus dat schilderij hangen. Ja, maar nu is het niet meer gratis, maar. De priklocatie is wel gratis, vieze rekken. Hi. Heel snel gaan we even naar binnen. Fonteintje. Wat blaak. Volgens mij zijn het aanhouden. En een kunstwerk. Prikken zijn gratis dus, het toilet is betaald. Ja, dat is binnenkant. Dat is de binnenkant. Ik heb hier trouwens in de buurt op Skorrel gezeten, maar toen was ik echt vet jong. Dus een bibliotheek en een uitgang. Ik heb andere dingen om te doen. Ik heb trouwens eigenlijk wel een vet verhaal toen ik vet jong was of zo, snap je? Toen voor het eerst ribba en zo. En ik deed wat ik wilde. Dus ik zat hier in die parkeerplaats. En onder die winkelcentrum is gewoon een heel parkeer. Het is best wel groot, snap je? Dus dat parkeerplaats is net zo groot als die winkelcentrum. Het zit eronder, weet je wel? En dus ik zat tegen de richting in te rijden en te doen wat ik. Dus ik zat tegen de richting in te rijden en gewoon te doen wat ik wil, weet je. Doen waar ik zin in heb, doe ik nog steeds. Ik doe nog steeds wat ik wil, dat er niet van. Maar dus ik kreeg beef met zo'n, weet je, iemand ging vervelen toen jij het goed gaat in Nederland, weet je wel. En van die betuttelaars en die bemoeiers en zo. Maar deze chick bleek een scout toe te zijn, want ze kwam zo naar me toe en ik zei van ja, what's up, weet je, was goed. Wat is er, weet je wel? En ik ben een undercover scoto. Ik ben een scoto eigenlijk, maar ze had geen dienst. Ze was niet aan het werk op dat moment. Dus ze zei, ik mag je naaien of zo. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar uiteindelijk, weet ik veel. Vond ze me toch wel charmant of zo. Ik weet het niet of aardig genoeg, begrijp je? Dus ja, man. Oh shit, kijk, ik rijd weer tegen de richting en kijk die pijltjes. Oh ja, zo is het goed. Kijk maar, hier heb je nog een ingang, je kan niet zien, want hun zitten voor me. Kijk, heb je nog een ingang, zie je. Vet grote parkeerplaats. Jay in de dorp, Luminada. En ik weet niet wat kouder is, wintertijd of mijn ijs. Koud. Ik ben Lil Romeo, you can't shine like me. Wil je ook ineens chain gang zijn, 8.6 drinken. Ik schiet, nigga, zeg die mannen vries, nigga. Ijs om mijn nek, ik vries, nigga. Hier had ik ook een keer beef, want toen ik jong was en mensen deden vervelend, weet je wel, het was altijd als ik werd uitgelokt, ik deed niet zomaar. En dan ging ik ook beef en mijn vinger opsteken en zo. En je had wel eens van die dappere mensen die terug deden, weet je wel. Ja man, en we out. We zijn ze ook aan het slopen, man. Dit is winkelcentrum Drieslag in Malburg. We zijn al op de terugweg. Het is wel echt een sloopgemeente, man. Eenmaal sloop. Ja, we zijn alweer op de terugweg en dit viel me op. En mensen die niet geloven in complottheorieën en ook niet geloven in de wetenschap, die zouden zeggen dat dat geen geoengineering is. Dat zijn geen chemtrails, die streep daar. Hun zouden zeggen dat is een vliegtuig, maar... Waar de fuck gaat die vliegtuig dan naartoe? Snap je? En ook soms zie je toch die kruisen en zo. Als dat echt vliegtuigen waren, dan zouden ze allemaal uit de lucht vallen. Zouden ze allemaal tegen elkaar aan vliegen, toch? Snap je? Allemaal botsen. Dan zouden ze allemaal botsen.
met auto's toch ook, je ziet toch niet allemaal uitlaat over de weg. Dat, die shit is doorzichtig en het verdwijnt. Snap je? Contrails, dus uitlaat, dat is doorzichtig en of het verdwijnt. Die andere zooi, die blijft, begrijp je? Ja. Tja, denk eens na. Maar dat is dus het verschil tussen de waarneembare realiteit en die shit wat ze op de mainstream media zien. En ik vraag me dan af, het nieuws, weet je wel, de MSM die zegt ook dat het warmer wordt. Gaan deze mensen straks allemaal in t-shirts lopen als het zit te sneeuwen? Omdat in hun fictieve nieuwswereld is het de opwarming van de aarde? Is het snikheet? Terwijl het buiten sneeuwt en wij normale mensen die in tune zijn met de realiteit, wij trekken een jas aan en kleden ons warm aan. Gaan deze mensen dan allemaal een korte broek en een tanktop of zo over straat lopen omdat de NOS zegt dat het heet is, terwijl het min nog wat is. Snap je? In de verte, helemaal in de verte. Nee, maar in de verte.